Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor recycling. En iemand die daar alles vanaf weet, die hebt uitgenodigd, is ook gekomen. Met wie heb je het genoegen? Met Arie de Bode, denk ik, als je die uitgenodigd hebt. Geweldig, hè? Ja. Nou, vertel eens even, waar ben je geboren? Waar ik geboren ben, dat is alweer een lange tijd geleden, Jan. Dat is in het Flaké geweest. Echt waar? Op Dirksland, ja. Dirksland? Ja, midden op Flaké. En hoe ben je zo dan in Terneuzen gekomen? Och, dat is een hele reis natuurlijk. Hè. Ja. Ik ben opgevoed in Tolen. Toen heb ik, en sindsdien, nadien op mijn 17e jaar naar Hendrik Ido Ambacht gegaan. En daar geleerd, gestudeerd in die omgeving. En wat heb je geleerd? 20 jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt. Oh. In de bagger. In de bodemsaneringen. Toen op enig moment was er hier in Terneuzen, kochten kennissen van ons de oude kooksfabriek in Sluiskil. En die vroeg toen, kun je niet bij mij komen werken? Hè? Kunnen we dat niet samen gaan veranderen in een... Ja, dat wisten we toen op dat moment ook nog niet precies. Maar in ieder geval dat met recycling te maken. En toen ben ik in 2002 eigenlijk in Terneuzen begonnen. En hoe heet jouw bedrijf nou? Dat heet Heros Sluiskil. En voor de outsiders, of de ouderen onder ons, is dat op het terrein van de voormalige kooksfabriek. Ja. Voor zover men dat in deze westelijk Zeeuws-Vlaanderen kent. Ja, er hebben heel veel mensen daar gewerkt. Of familie ervan en zo, die kennen natuurlijk allemaal. De kooks. De kooks, ja, precies. Ja. Zeg, en dan is natuurlijk de vraag, wat doen jullie uiteindelijk? Ja, wat wij doen is wat veel mensen niet weten. Er komen ook regelmatig groepen op bezoek en die staan altijd met de mond open van verbazing. Want men heeft totaal geen idee wat er met het afval in algemene termen gebeurt. Want men denkt vooral dat wanneer men de grijze vuilniszak in de grijze container of hoe dan ook weggooit, de kliko, als je dat weggooit, dat dan het einde is. Dat is voor jullie het begin. Dat is iets ergs, ja. Dan begint het pas bij ons. Want in een verbrandingsinstallatie, ik heb hier zo'n prentje. In een verbrandingsinstallatie, tegenwoordig een energieinstallatie. Want we maken elektriciteit en warmte voor vele huishoudens enzovoorts. Wordt het verbrand en dan krijg je as, toch? Ja. En er zijn veel dingen die niet verbranden. Alleen noemen we maar alleen maar ijzer. En dat ijzer zit dus in die as. Het verbranden, ja. Dat levert energie op. Wacht, dat levert energie op. Nou, dat er wordt stoom van gemaakt. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld, ik ken bijvoorbeeld een groot bedrijf in Rotterdam. En AVR, dat kent iedereen, een algemene titel. En die levert vele warmte aan woonwijken. Bijvoorbeeld in Vlaardingen of zo. In Moerdijk hebben we er ook een, hè? In Moerdijk zit ook zo'n bedrijf. Dat heet Atero dan weer. Ja. Dat is ook een hele grote verbrander. Die doet dat ook. Dus je hebt overal in Nederland heb je een aantal verbrandingsinstallaties. Zeker. En die as... Dat is de grondstof voor jullie. En die as, daar kan men geen kant mee op. En dat zit nog vol met grondstoffen. En die grondstoffen en bouwstoffen, maar zijn even grondstoffen. Heb ik wat van meegenomen, zoals ik dat hier op tafel heb gelegd. Maar hoe komt het dan bij jullie? Want jullie zitten natuurlijk aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. Heel goed. Het kanaal. Stel je voor dat je met de trein naar Zeeuws-Vlaanderen moet komen. Dat zou wel heel erg zielig worden. Hè? Ja. Maar met schepen is fantastisch te doen. Ja. Het kanaal van Gent naar Terneuzen, dankzij die oude koning van vroeger. Ja. Die heeft dat gegraven. Daar maken wij nu gebruik van. Ja. Om met schepen uit heel Nederland, noemen we vanuit Rotterdam, vanuit Harlingen. Eigenlijk vanuit Roosendaal, dan varen we de bodemmassen van die verbrandingsinstallaties met schip naar de kade. Worden de schepen gelost. En komt het dan alleen uit Nederland? Of we doen ook nog uit Vlaanderen, zal ik maar zeggen. Met name Vlaanderen, ja. Zit vlakbij. Ja. Daar noemen ze het geen verbrandingsinstallatie, maar communale noemen ze het daar. Ja, dat zijn wat kleinere ovens. Ja. En dat komt dan vaak wel nog per vrachtauto. Oké, okay. Komt het bij jullie aan en dan, ik ben een keer met jou op excursie geweest daar. Je weet niet wat je ziet, hè? Nee, zoveel bergen en allemaal verschillende... Soorten, kwaliteiten. Ja. Elke verbrandingsoven heeft zo zijn eigen karakteristiek. Die heeft ook zijn eigen aanbod. Ja. En je ziet per regio verschilt het aanbod. Per regio verschilt ook wat mensen weggooien. Ja. Hier. Nou heb jij daar een prachtige tekening. En die zien we nou even op scherm, net als de kijkers. Okay. Kijk even, ja. Ja. Oh, prachtige tekening. Gaan we links beginnen. Verbrandingsoven staat er. Ja. 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 En dan, wat gebeurt er nou verder? Ik heb toevallig hier de gemeente Sluizen hier uitgetekend. Want daar zijn we toch op dit moment. Hoewel het Oostburg heet. Maar we zijn in de gemeente Sluizen met ongeveer 25.000 inwoners. En een hele hoop toeristen, dat heb ik dan overnachtingen genoemd. Ja. En die produceren met elkaar zo'n
enorm, zo'n 1500 ton bodemas per jaar. Dus je hebt het echt geprojecteerd op even sluis? Statistisch dan gezien op sluis. Nou, ga verder. En dan zie je dat dat wordt bij ons, dat heet CBOI, dat grote zwarte ding daar in het midden. Daar zoeken we het, sorteren we het helemaal uit. CBOI, dat begrijpt niemand. Behalve jij toch wel, Jan? Vertel even wat het doet. Wij noemen dat centrale bewerkingsinstallatie, bodemas opwerkingsinstallatie, technische term. Maar het is eigenlijk een groot sorteerapparaat met veel magneten, banden, elektromagneten erin. En dan sorteren we de metalen eruit. Dus die magneet die trekt de metalen eruit en de niet-magnetische die gaan verder. Dat noemen we dan inmiddels mineralen. Oh, ja. En die zijn dan metaalvrij of metaalvrij, voor een heel groot gedeelte metaalvrij. En dat noemen we dan weer de secundaire bouwstoffen. En dan maken we, die moeten nog schoongemaakt worden uiteraard. Die worden soms gewassen, dan worden andere dingen worden gebakken. Dan krijgen we bijvoorbeeld van een restproduct maken we zo'n metselstenen, zo maar eens te zeggen. Nee, dan ook. Ja, dat is metselwerk. Heel veel mensen dat niet weten. Dat geloof ik graag. Vandaar dat ik zeg, mensen denken dat met die grijze afvalzak het einde verhaal is. Maar er begint een nieuw leven voor ons afval. Dus dat is wel steengoed dan? Dat is hartstikke steengoed. Hè? Tegenwoordig noemen ze het circulaire economie. Hè? Oh ja. Wat is het verschil tussen recycling en circulaire economie? Want er zit een essentieel verschil tussen. Ja, nou, dat zou ik dan van jou wel precies willen weten. Wat dat essentiële verschil is. Nou, de ene is helemaal rond en de andere is een lijn. Hè? Die is ook... Niet precies. Net zijn alle twee eigenlijk wel rond. Want voorheen in mijn jonge tijd heb ik nog meegemaakt dat de ijzerboer aan de deur kwam. Ja. Toch? Die haalde het schroot op. Er ligt hier ook wel erg een stukje ijzer. En die nam dat mee. En dat verkocht hij toch ook weer aan de hoogovens. Ja, dat doen wij eigenlijk ook. Ja. Dat halen wij er ook uit. Want als je in zo'n gemeente sluis kijkt, dan zie je uiteindelijk daar rechts onderin. Dat wordt per jaar toch zo'n 70.000 kilogram schroot. Hè? Ijzer. Hè? Dat is ijzer. Uit het huisvuil gehaald. En dat gaat gewoon, wordt weer bij de hoogovens ingezet voor de auto-industrie of voor metaal. Het wordt eigenlijk bijgemengd in een hele hoge temperatuur. Het wordt echt bijgemengd, ja. En dat hebben ze graag. Ja. Dus een bepaalde kwaliteit. En dan kunnen ze de ijzeretsen mee mengen, om zo maar eens te zeggen, om tot een product te komen. Ja, maar dan zie ik hier een telefoontje liggen. Ja. Wat gebeurt daarmee dan? Nou, dat vind ik altijd een beetje zielig. Dat is net zoals een telefoontje. Ik pak het er even bij. Dat is al een hele populaire die nooit kapot gaat natuurlijk, hè, deze. Maar die komt dan toch bij het afval terecht. Bij het grijze afval. Je ziet dat deze is niet verbrand. Het is ook maar een illustratie. En er zijn nog veel mensen die gewoon dit soort dingen in het afval gooien. In de verbrander wordt die dan wel verbrand. Dan blijven die delen, als ik hem open krijg, nou laat me zitten. Nee, ik geloof het wel. Maar in ieder geval, er zitten allemaal deeltjes koper en er zit wat goud en andere leuke metalen in. En die, dan zou je zeggen, oh dat is erg. Het is ook, je kan het beter ook normaal inleveren. Ja. Hè? Maar het is nog niet geheel erg, het is nog niet geheel verloren, want wij winnen dat er toch wel weer uit. Okay. In een bepaalde mate goud en zilver, om zo maar eens te zeggen, noemen we dat. En dat gaat dan ook weer naar smelters. En dat komt allemaal in die loop van recycling of circulaire economie. Of er zijn beslist nog woorden voor, andere woorden voor. Ja. En wat doen ze nou nog meer van die as maken? Want dan denk ik, wat benieuwd nou? Ja, die as, hè, die metalen gaan naar smelters, zeiden we net. En die as, die mineralen, want toch is 90% zijn gewoon mineralen. Hè. Je staat hier niet bij stil dat bijvoorbeeld die mineralen, dat die gewoon... Dat dit zijn hier toevallig de metalen, maar op een ander plaatje wat je daar ziet. En hier, ja, dan moet ik hier kijken. Moet je hier kijken. Dan zie je Immomix, Drainmix. Hè, wij hebben dus een beetje merknaam, eigen naam. Dat zijn allerlei soorten mineralen. Maar bijvoorbeeld Drainmix, dat is een nieuwere vinding van ons. Want die bodemas, die sinters hè, uit die oven, die zijn poreus, een beetje poreus wel. En die zuigen, die kunnen water opvangen. Oh, ja. Dus die worden nu gebruikt om in sportvelden... Bijvoorbeeld sportvelden of openbare pleinen. Ja. Als die met die hevige regenbuien van tegenwoordig. Ja. Dan kan het snel het water wegzakken tussen de kieren van die stenen. Ja. Zonder dat er grote plassen en derrie en nattigheid komt. Ja, want dan zie ik daar rechtsboven staan. Granumix, hè? Granumix, ja. Kun je even zeggen wat daarvoor gebruikt wordt? Granumix, dat is een kleiner korreltje vaak. Een kleiner korreltje. Daar maken we betontegels van. Oh, ja. Of bakstenen niet, dat is dit. Betonstenen moet ik zeggen. Maar ja, als een technoloog, welke stappen moet je nou doen om bij die granumix te gaan? Want ik zie daar MFZ staan.
Je ziet MFZ staan, dat is nog... We hebben het met die, bij die CBOI, dat woord wat jij niet wist wat het was, hè, maar die sorteerinstallatie, ja. Is het uitgezeefd allemaal. Dan gaat het met name om de metalen eruit te halen. En dan heb je een hoop mineralen in je hand, steentjes, ja. Simpel. Steentjes. Dan vragen mensen zich af, hoe komt dat? Ik gooi geen steentjes in mijn vuilniszak. Nee. Maar het zit er wel allemaal ja. In. We vangen dat eraf en dan zie je bij MFZ zeefinstallatie staan. Zie je het? Ja, maar wat is MFZ? Dat doe je zeef, dat is een multifunctionele zeef. Nou, nou, dat is toch wel even mooi, hè? Ja, maar dan blijf ik onthouden. Ja. Dus dan ga je zeven? Dan zeef je bepaalde maat. Er zitten vaak nog irritante RVS-draadjes in, want roestvrij staal, zulke soort draadjes, die zijn eigenlijk niet met de magneet te pakken. Oh nee. En als je je boterhamzakje wel eens dicht doet, eet je wel eens boterhammen? Ja. Dan doe je ze misschien nog wel eens in een zakje met zo'n verpakkingsdraadje. Ja. Dat zijn irritante draadjes, die gaan er niet met de magneet uit. En die moet je op een bepaalde manier proberen eruit te zeven. Ah. En dat doet die MFZ. Ah. En dan worden die granulaten worden steeds schoner. Dus zonder ijzeren dingetjes erin, metaaldingetjes erin. En dan zijn ze geschikt om in een, ik heb hem hier liggen, een betontegel te verwerken. Dan zie je dat hier, misschien zie je het niet goed, maar zie je hier aan die onderkant wat grover, ja? Hè, grover opbouw. Dat is bijvoorbeeld, daar zit er 25% bodemmas in, granumix in, hè, ja. Zoals je dat daar ziet. En dan wordt dat altijd afgewerkt met een keurig laagje andere beton, hè, fijnere beton, oh ja. Voor de sier. Hè. En ook dat ze goed op elkaar passen. Sowieso, hè? Ja. Moet plakken. Moet plakken, ja. Geweldig. Dat doen we met granumix. Ja, en dan zie ik ook nog eens een keer combimix. Combimix is het algemene ophoogmateriaal. He, want ja, dit kan niet allemaal in steentjes of in de beton. Daar moet je een bepaalde korrel voor hebben. En voorheen, voor een aantal jaren geleden, was het met bodemassen. Die werden veelal toegepast in de wegenbouw. Oh ja. Ken je het grote knooppunt hier in Zeeland, de Drie Klauwen, als ja, je uit zeker. De tunnel komt? Ja. Nou, die is voor een groot deel die terpen opgebouwd met bodemas, oude stijl zeg maar. Oh ja. En die oude stijl, dat mag niet meer, volgens de wet. Nee. Dat willen we ook niet meer. Nee. Daar hebben we allemaal inspanningen voor verricht met... Om het schoner te krijgen. Hey. En dat, maar er is nog wel een grote massa, schone bodemmas, zeg maar. En dat noemen we combimix. En die kan gewoon in ophoging in de wegenbouw. Ja, ja, zo zit dat. En dan hoeft er geen plastic meer over en geen ander, ja, hoeft het ja. Niet meer afgeschermd ja. Te worden. Dus milieuhygiënisch noemen ze dat. Ja. Schoon. Zeg, en dat lepeltje daar dan? Welk lepeltje? Ja, zie jij een lepeltje? Weet je een lepeltje? Dat is een... Dat is wel een heel mooi lepeltje. Dat maakt haast, niet uit, maar... Het zou haast tin geworden kunnen zijn. Nee, het is gewoon zilver. Ah. Het is een zilveren lepeltje, zwarte roest. Hè? Zilver is toch zwart als dat een beetje... Ja, want zilver reageert met de zwavel uit de lucht. Ja. En dan krijg je zilveren sulfide. En dat is zwart waarschijnlijk. Dus mijn oma... Jouw oma? Ja, die ging altijd zilver poetsen. Ja. Omdat het zwart was. Ja. Ja. Nou, zo zie je maar, hè. Ja. En dan verder nog dingen die je even toe wil lichten. Je hebt het al even kort hierover gehad. Ja, ja. Dus wat is dat? Dat is de heavy metals, noemen wij dat. Daar zit de meeste waarde in. Welke in Nederlands? Heavy metals. Vind je dat geen Nederlands? Nee. Dus, dat zijn bijvoorbeeld koper. Dat is zink. Dat is, verzin eens wat. In ieder geval geen aluminium. Want dat is de pot die ernaast staat. Dat is aluminium en dat is aluminium. Licht. Dat is lichtspul. En de zwaardere, daar maken ze vliegtuigen van, ja. Ja. En die? En dat is grof non-ferro, dat is weer hetzelfde als die, maar dan de grove delen, weet je wel. Ja, ja, ja. Die zitten er ook en die zijn dan gesinterd, dat zie je. Dan zie je die vormen sinteren, gaan dat ontstaan. Dat is aan elkaar plakken, hè? Klonteren. Ja, klonteren. Ja. En er zit gewoon, als je daar goed naar gaat kijken, dan zie je gewoon heel je eigen huishouding zie je hier tevoorschijn komen. Ja. En ook de ondeugd van de huishouding. Ja. Ja. Kogeltjes. Ik heb zelfs ergens nog een pistooltje, denk ik, liggen daar. Oh. Dat vind je dan ook, munitie, noem maar op. Ja. Vind je er ook in. En de mensen die weer een hekel aan elkaar gekregen hebben, gooien hun trouwring weer weg, ja. Weet je wel. Gooi ze dan bij het afval. Dat is toch fantastisch, of niet? Ja. Een mooi trouwring. Zo. Ja, ik heb... Je staat er versteld van, hè? Ik heb een keer een opleiding gehad in de groeven in Nuname. In? De groeven, de meester van Leiden, de groeven in Nuname. Ja. En er was vroeger een vuilnisbelt. Jo. En ik heb daar verslag gelezen en dan kon je precies zien wat de cultuur was van bijvoorbeeld de koningin Juliane, 25 jaar getrouwd, allemaal van die bordjes. Yeah. En die hebben ze dan in allemaal laten zien. Oh. Zie jij ook een ontwikkeling in die 20 jaar in het afvalpatroon, ook in de as, zou ik maar zeggen, dat daar een andere
verandering. Want, ja, nou, bijvoorbeeld, er zijn meer gsm's gekomen, toch? Oh, dat is net een voorbeeld van zo even, ja. De statistiek van huishoudelijk afval ben ik niet echt van op de hoogte. Maar of die nou echt verandert qua samenstelling, dat is maar net de vraag. Hè? Je kent wel die beroemde batterijtjes. Hè? Ja. Ik mag geen merknaam noemen, maar die Penla. Hè? Ja, zo die. Ja, ja. Daar wordt nog maar 45% door ons met z'n allen bij een winkelketen ingeleverd, hè, voor recycling. En veel, dus de andere helft, meer dan de helft, gaat gewoon in het afval. Okay. Komt dus in die bodemassen terecht, hè, van zo even. En die vissen wij er dan allemaal wel weer uit. Hè. En allemaal is natuurlijk 100%, maar het is nooit 100%. Ja. Maar dat trekken wij er weer uit. En het is ijzer eigenlijk, dat is een omhulsel. Hè. Ik vind het prachtig dat je zo'n studie gemaakt hebt van de gemeente Sluis. Kun je daar nog een paar topics voor de kijkers? Nou, weet je wat het is? Wij praten in Nederland veel over circulaire economie. En daar staan we voor en dat willen we. De burgers worden soms gek gemaakt om plasticjes allemaal apart in te zamelen. Tot rosbiefvelletjes toe, zeg ik wel eens. Ja. Dan zit een stukje, dat mag niet in het grijs afval. Hè. Maar het zou ook leuk zijn als de gemeentes die dat stimuleren. En ik weet niet of Sluis dat niet doet. Ik neem aan dat Sluis het juist enorm stimuleert, circulaire economie. Maar als je dit op grijze restafvallen betrekt, dan kan je ook zeggen, het kwotum van onze 1500 kilogram, 1500 ton bodemas, die zouden wij terug kunnen nemen in de vorm van betonstenen. Hè? Een equivalent ervan, of in metselwerk, nou dat is wat anders. Of in de wegenbouw, combimix. Hè? Of in de vorm, die heb je nog niet genoemd, immomix. Dat is een ander om bedrijventerreinen te maken. Ja. En dan zeg ik, rempel, ons eigen afval wordt weer teruggebracht in die grote gemeente Sluis. Ja. Dan ben je als gemeente op dit gebied volledig circulair. Zo. Dat zou mooi zijn. Ja. Als je een bedrijfterrein ontwikkelt, ik weet niet of dat wel doen in Sluis, ik neem aan van wel, want er is overal economie. En dan zou je dat, de fundering daarvan, gewoon in met bodemas, maar dan heet het in dit geval toevallig granumix, maar een collega's van ons die hebben beslist een andere naam eraan gegeven, in die mate een equivalent terugbrengen. Dat is lastig. Daar lopen wij in het land tegen op, dat we het er wel allemaal over hebben. Hey? Kwekken kunnen we goed, maar zelf gebruiken, dan wordt het even lastig. Ja, want wat is de afzet? Kun je genoeg kwijt in de markt zo, met al je producten? Ja, tegenwoordig. Of wordt de berg alleen maar hoger, of hoe werkt dat? Nee, ja, het is redelijk, wordt het voor 100% wel toegepast, maar niet in de tijd precies. Dus er zit altijd wat schommeling in. En we hebben in Nederland zo'n kleine 2 miljoen ton, hè, van die bodemmassen. En die worden dan schoongemaakt. En die moeten dan hun aanwending weer krijgen in al die gebieden. En juist, en dat is best wel lastig. Om bijvoorbeeld combimix, daar hebben we het meeste van. Hè, omdat ze ook het meeste, het is ook een gewassen product. Je zou zeggen, sommigen zeggen, dat willen we eigenlijk alleen maar vrij toepasbaar. Hè. Dat is het ideaal typische product. Ja. Maar de Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld een grote afnemer. En dat is toch best lastig om dat weer dan bij hun af te zetten. Ik heb ervan, je leest het toch dagelijks in de krant. Yeah. Wie gaat het allemaal nog gebruiken en zo. Yeah, yeah, yeah. Nog één vraag om het af te sluiten. Hoe en kunnen ze het beste jullie contacten voor een prachtige rondleiding? Want ik wil jou voor de camera bedanken voor je niet alleen enthousiast verhaal hier, maar ook de rondleiding die je een keer gekregen hebt op het Heroesterrein. Hoe werkt dat bij jullie? Nou, vaak gebruik je de hele, helaas hebben we geen mobieltjes meer bij ons, maar je zou een nieuwe kunnen gebruiken. Dan kan je gewoon bellen. Ja. Dan bel je met, of je doet een mail naar Arie de Bode. Dat staat toch op internet, www.heros.nl. En daar staan de contactgegevens wel bij. En dan bel je gewoon en dan krijg je of de afdeling communicatie of iemand anders. En we zijn altijd enthousiast om informatie te geven over je eigen afval. Ah, dus het heeft betrekking op iedereen van Nederland en van ver daarbuiten, hoe dat jullie proces voeren. Yeah. Harry, hartstikke bedankt voor dit interview. En we zullen nu de kijkers bedanken, denk ik. Gaan we doen? Gaan we doen, hè. Oké, nou beste kijkers, dit was het weer een rondje Sluis. Maar dan over recycling en circulair ondernemen. Ik vond het een interessant verhaal. Jullie ook, hoop ik. En zullen we erop proosten, Arie? Ja, laten we eens een spaatje rood nemen.